En welkom bij een nieuwe aflevering van... Oh, hij is boos. Fucking grappig. Van Sif. Vandaag gaan we verder. En ik denk dat ik wel een manier heb gevonden om... hoe heet het? Om... wat gaat gebeuren? 16... Oké, okay, leuk. Oh ja, we wouden kijken wat voor wonderen iedereen heeft. Oké, okay, nou... Abobduur... Stonehenge. Parthenon. We zijn echt bezig met cultuur, terwijl ik Cultural Victory uit heb gezet, per ongeluk. Super grappig. Oké. Okay. Yay, boot. Nog meer geld verliezen, maar we hebben boot. Zo. En een policy. Oké. Okay. Zo. Neem jullie even die over, dat is super grappig. Oké. Okay. Wacht eens even. Is dit het einde van onze een happiness probleem? Of gaan we deze doen? Oeh. Ja, doen we die en daarna doen we die. Van min 7 zijn we naar min 4 gegaan, dus dat is handig. Oké, okay, doen we nog een Galeas. Oké, okay, volgende beurt. En dan misschien... Oh, hier zit nog een stad voor mij. Cork. Super grappig. En dan waarschijnlijk ga ik, zodra ik geen vrienden meer ben, met hun bed. Oeh! สวัสดี. Nee. We gaan niet doen. Ik denk dat dit een concern is voor beide kanten. Wat denk je ervan? Nee, gaan we niet doen. Krijg ik wel wat happiness erbij en geld eraf, maar boeien. Oké, okay, die zijn weer half gerepareerd. Super grappig. Oké. Okay. Ik ga wel proberen om nummer 1 te staan met leger, maar dat gaat nog echt lang niet werken. Holy shit, man. Kijk, dit zijn mijne. Dit is van die Siam. Gelukkig ben ik bevriend met Siam. Oké, okay, we gaan even volgende beurt even kijken wat oké, okay. Oh, hier zit nog een scout. Dat wist ik geen eens. Super grappig. Kijk hoe groot de stad in hebben. We waren zo succesvol en nu zijn ze gewoon helemaal gefaald. Hier, Oceanica is ook al weg. Oh, wat gebeurt er? Oh, oké. Okay. Happiness. Oeh, ik heb er zelfs geld bij gekregen. Oh, de City Connection. That makes sense. En zometeen hebben we een City Connection met. Doe het even daar. We hebben een City Connection met. Shanghai en Guangzhou. En zo hebben we. Oh, het gaat weer goed, jongens. Het gaat weer goed, want. 5 beurten, what the fuck? Nou ja. Jullie. Jullie hadden toch gewoon... Ja, oké. Okay. Jullie gaan zo snel mogelijk even het suiker terug en dan kunnen we die wijn ruilen. Vet. Dus we zijn aan het afzwakken. Helemaal goed. Oké, okay, we gaan even kijken. Turkije. Je hebt de grote muur. Je hebt Terracotta Army, dus verdubbelen van je leger. Je hebt Petra. Wacht, hoe heb je aan? Hoe kom je aan Petra? Wacht even, wat? Oh, hier! Hier zit, wacht, hier heeft hij best wel veel productie. Heeft hij goed voor elkaar gekregen, oké. Okay. Hou op. Hier zit ook een wonder voor mij. Kijk, ja, dat is het wel. Oké. Okay. Gaan we nu hier kijken. Seol. Hij heeft dit ding, ik weet niet wat dat is, maar je hebt het. Pocatello. Je mozen kan niet. Hou nou op. Okay, nou, ik zie niks speciaals. En dan hebben we dus die. Maar wie heeft nou Machu Picchu gepaakt? Wel, jij? Kijk, degene met de bergas in zijn hoofdstad. Of in een andere stad. Dat kan altijd een andere stad zijn natuurlijk. Oké, okay, we hebben geen unhappiness meer gelukkig. We doen even 2 beurten voor die monument. Nog steeds even daarheen. Oké, ja, nee, is helemaal goed. Gaan we gewoon daarheen. Bonjour. Het gaat weer goed. We moeten nou ons geld fixen en dan kan ik mijn hoofdstad van wealth wegzetten. Dan deze 3 repareren. En dan kijken wat ik kan doen
Het is een beetje langzaam repareren deze afleveringen, maar het, ik heb het nodig dus. Nou, beeldscherm kan met zwart worden. Dankjewel. Stop! Ah. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké. Okay. We should agree with the completed. Joyfully to the breeze, nice. Royal Odysseus spread his sail, and with his rudder skillfully he steered. Okay. The caravel. Op zijn vertrouwen bij een berg kan je 50% science krijgen. Dan kan je naar oceanen en sneller en pak me op in de veel. En een upgrade. Oké, okay, zoals jullie zagen, hij ging van 5 naar 0. Dus dat is super leuk. Oké. Okay. Ik kan deze doen. Maar ik ga denk ik deze doen. Want we hebben echt deze gasten nodig. Kunnen we eindelijk upgraden. Oké, okay, geld. Bam. Plus 5. Oké. Okay. Kan ik jou naar Warders Guild doen? Krijgen we Great Warders, krijgen we een cultuur bonus. Ja, het kan wel. Maar ik doe het even niet. Ik denk dat ik het niet doe. Nee. Niet verstandig. Oké, okay, bam. Jij kan gewoon geen cargo ship doen. Oké, okay, ja, careful. Maar we zijn ook nog niet klaar. En we zitten al in de plus. Dus ik kan nagaan hoe erg ons geld boost als we een city connection hebben tussen Shanghai, Guangzhou en de hoofdstad. Dus. Waarom hebben jullie oorlog gehad met Ugh? Jullie vechten maar lekker samen uit, niet met mij. Maar wie is Ugh? Is dit Ugh? Wie is Ugh? Maar. Wat de fuck is Ugh? Waar? Is dat gewoon een notification bug? Want ik ken geen Ugh. Ugh. Het zit tenminste aan het water, dat weet ik. Waar is Ugh? Ugh. Nou, kijk zo wel. Voor mij mis ik hem compleet. Of zit hij gewoon in de wolken hier? Weet ik veel. Ik zie het zo wel. Oké, okay, Guangzhou muren. Verdediging. Oké, okay. Ur, zit jij hier? Wat? Nou weer. Dit daar, oké. Okay. Oh, ik zie hem hier voor mij. Ja, Ur. Hoi, Ur. Waarom ken ik jou? Nou ja, random. En hebben we tenminste vrede. Grappig. Nou. Ja, oké. Okay. Oké, we hebben dus een boost gehad. Binnenkort krijgen we ook die boost van Washington waarschijnlijk. En van Boudica. Please niet met Boudica. Goed zo. En dan krijgen we lekker die boost erbij. En een gunpowder erbij. En dan zo. Helemaal blij. Superleuk. Zit op. Oh, bijna al derde citizen. Waar is een sneaker in de city of Amsterdam? Gaan ze serieus proberen Amsterdam over te nemen? Wens ze succes. Hoe de fuck willen ze dat doen? Ach ja, we zien wel. Oké, okay, hoe lang moeten jullie nog? Over een beurt. Oké, okay, en dan hebben we geld erbij, denk ik. Hoop ik. Of dat is dan volgende beurt. Weet ik niet. Zie ik wel. Oké, okay, die. Holy shit. Zagen. Oh. Oké, okay, nou, we hebben weer geld erbij. Leuk. die. Wat? Huh? Hij ging van 10. Huh? Hij ging van 10 weer terug naar. Ja. Waarschijnlijk krijgen we het volgende beurt dat geld erbij. Ik weet niet wat er zojuist gebeurde, maar we zien wel. Redford. Dat is fucking hell. Dat is fucking ver volgens mij. Dat is hier. En ik ben nog maar hier. 12 defense. Oh, dan moet ik die, als ik die ooit wil overnemen, dan moet ik echt. Nou ja, niet dat het heel moeilijk is, maar alsnog wel vervelend. Wel handig om te hebben. Oké. Okay. Waarom wil hij maar. Ik hoop dat die ook echt gaat aanvallen. Kan ik hem helemaal lekker verzwakken. Boeien. Vind ik wel satisfying. Iedereen even doodmaken. Ik denk dat het ook wel lukt.
Kijk, we kunnen ook een bootoorlog verklaren aan hem. Aan hun. Maar dan krijg ik gezeik mee. Zo! Plus 22. Guangzhou en Shanghai, dankjewel. Jullie eindelijk. Waterworld. Plus 14. Repareren. Zijn die nog? Kijk, repareren. Geef mij dat cacao. Oké, er was iemand die had. Voor mij was jij dat. En die dag, madame Bidet. Wijn voor suiker. Goed das. Happiness. Het gaat goed, eindelijk. Het gaat eindelijk goed met de stad. Maar loop in. Okay. En dat die tijd. En dan zometeen als we cacao gerepareerd hebben, kunnen we deze traden voor, denk goud. Ja, want we hebben goud wel heel erg nodig. Maar is iedereen dezelfde religie, zie je dat? Nou, die niet. Die vast ook niet. Nee. Ik vind het goed. Deze, we gaan even kijken naar religion overview. Toch wachten. Katholiek is wel het hoogste. En Jodendom was dus van technologisch land, oftewel Azteken. Hindoeïsme verrassend weinig. Oké. Oeh. So what die? Ja, is goed. Right. Geef me dat geld. Oké. Dit moeten we ook even een worker naartoe sturen. Maken we hier gewoon van Utrecht naar Groningen weg? Of nee? Even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doen we het vanaf Guangzhou. Dan, dit kost dan 5 goud en dit 4. Dus dat scheelt weer geld. En dan gaan we die cacao pakken en die dice. Want voor mij heb ik dice al. Ja, dan kan ik dat allebei verkopen. Super handig. Waarom krijg ik 2 van ivoor? Oh ja. Dat is de bonus van Nederland. Wacht. Dat is de bonus van Nederland. Dat is 50% of the happiness benefit. Als je er 1 over hebt en die trade je weg. Dan krijg je nog de helft van de happiness ervan. Dus dan krijg je er 2 in plaats van 0. Dus dat is wel handig. Dat heb ik wel vaak gedaan. Dus daar heb ik zonder te merken gewoon nog wat happiness erbij gekregen. Super grappig. Nu snap ik eindelijk wat dat betekent. Hoi. Leuke boot, man. We zijn wat minder boos aan het worden. Oh, hallo profeet. Gezellig. Beetje random, maar gezellig. Fucking hell. 21. Voor mij 14 had ik voor mij. 12. Nog een. What the fuck. 12. Dat gaan we even fixen meteen. Oké. Okay. Ruins? Wat? 20. Oh, zijn dat die? Wauw. En daar heb ik mijn speerman voor doodgemaakt, volgens mij. Guangzhou. Universiteit. Geef me die science. Oké. Okay. Ik denk dat ik deze niet ga gebruiken. Ja, nee, maar ik doe het wel. Oké. 8. Oh, 17. Ja, ik denk dat makes sense. Plus 8. Nou, we hebben plus 7. Oké, we hebben weer wat signs erbij. Laten we hier een kasteel maken. Want dan gaat hij van 26 naar 33. En dan meer health. Heeft de stad dan ook. Dan wordt de stad nog moeilijker om te veroveren. En dat wil ik wel even hebben. Oké. Jungle. Super grappig. Kan ik dat ding kopen? Met plezier. Geef me dat cacao. Het kost misschien 60, maar ik krijg er waarschijnlijk veel meer voor terug. Dus. Want ik kan het voor 210 verkopen, minimaal. Maximaal 240. Dus 60 vind ik wel handig. En dan moet ik even die tar hebben. Oh, wacht. Hier komt die jungle van pas. Zo wat die. Ja. Roger, waar niet ben ik ja, 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 oké. Want hier komt dan de jungle van pas. Misschien kan ik gewoon hier echt een stad maken. Gewoon hier of zo. Of daar gewoon zo'n stad. En dan ga ik daar gewoon mijn science doen. Washington has declared war on Hiawatha. Dat is goed, want ze zaten dit op mij te plotten. En nou zijn ze afgeleid. Oké. Elbon en Shion. Oké. Wacht, ik heb toch geen victories? Nee, zo. Allemaal gedisabled.
Oké, ik heb hier een keiharde bonus gekregen met Bodica. Nee. Repareren. Kan. En plantation. Please zeg niet dat ik de jungle verlies. Ja, ik verlies wel de jungle. Nou, rip the science. Maakt niet uit. Ik krijg wel happiness erbij. Of nee, ik krijg geld erbij. Ik het gaat wel verkopen voor geld. Okay, ik vind dit ook wel een satisfying stadje. Lekker bergjes eromheen. Moeilijk om over te nemen. Behalve dan op het water. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Industrial era. What the fuck? Hier al? Ik ben nog maar hier. We zijn al daar. Wat? Mag even hoor. Oh, difficulty 5. That makes sense. Ik daar gaan wat dier die is. Dat is de moeilijkste difficulty. Dit is 5 en dat is 8. Keylord, eh. Ik snap niet hoe mensen dat winnen. Niet dat er gewoon heel veel verdedigen is. Dat je echt endgame bent. Dat je gewoon allemaal shit kan hebben. Oké. Doe maar ook een artist guild. Met artist kan ik of een great work maken die ik niet nodig heb. Of een golden age starten. Dan krijg ik geldbonus, productiebonus, cultuurbonus. Dus dat wil ik wel even. Doe ik even die guilds. Hoe eerder die guilds. Des te meer punten ik krijg. Super handig. Oké. Heb ik deze eigenlijk al gehad? Jammer. Ik heb die al. Paarden zitten hier ook nog. Moet ik even pakken. Is the following trade of interest to you? Jij bent fucking sterk. Ik geef je echt geen shit. Je gek. Oké, die moet ik nog even pakken. Die moet ik pakken. Die. Dat is echt een goede stad hoor. Hier zit ook nog cacao. Verder zie ik geen speciale shit. Nee. En ik krijg ondertussen fucking veel science. Oké. Oké, I've discovered gunpowder. The day when two army corps can annihilate each other in 1 second, all civilized nations, it is to be hoped, will recoil from war and discharge their troops. He made your castle een bonus voor verdediging en de musketman die ik heel graag wou. Dat is de upgrade van de longswordman. Dus. En ik heb nog steeds swordmans, dus die moet ik even fixen. Jij gaat onmiddellijk hierheen. Zo. Jij, doe maar. Wat heb ik nou? Zou ik het gewoon YOLO'en? Gewoon navigation doen. Gelijk Frygates en Seabaggers. Dan doe ik deze. Fuck it, doe het ook nog. Zo, dan hebben we nog een research agreement. Dus. Zo. Workshop. Doe maar een workshop. Even rustig met het geld. Markt. Ik wil wat geld erbij trouwens. Ik wil proberen de East India. Slechte deal. Ik wil ondertussen gewoon de East India Company krijgen. Krijg ik bonus voor traden en voor. En dan krijg ik geld erbij. Dus dat weet ik wel. Waarschijnlijk krijg ik nu allemaal aanbiedingen voor. Voor het suiker of cacao, een van die twee. Oké. Jongen, je doet het maar lekker. Dat zou ik wel mooi vinden. Zolang je maar niks overneemt. Die is toch nog steeds occupied. En is nog steeds best voor hun happiness volgens mij. Ik hoop dat ze echt veel rebellen heeft. Super grappig. Oké, niemand wil wat voor mijn shit. Dat is ook jammer. Kijk, is iedereen gewoon al. Nee, ik kan geen border zien. Ja, hier. Maar voor de rest niet. Nee, die niet. Ja, met deze, als we een stadszicht hebben, gewoon heel erg grote border. Deze ook niet. Tenminste, nee. Ja, ik zie. Unit is orders. Jij gaat gewoon hier wachten. Ik kan misschien hier wat wel aanvallen, maar ja. Straks krijg ik weer gezeik. Oké, we gaan even vragen. Hoi. Salam, Lars. Je hebt geldverlies. Goed zo. Jij. Dag, you madame Bider. Je hebt niet zoveel geld. Jij misschien. Maar loop in. Yes. En na die tijd. We hebben 7 citrus en 3 spices. Geef me dat geld. I need the monies.
I don't need happiness, I only need the monies. Kijk, hoe zit het nou eigenlijk met de punten? Kijk. Kijk, ben ik gewoon een engineer? Oh nee, laat maar over 89 beurt krijgen een engineer. Oké. Leuk. Oh, dit begint wel heel erg te groeien. Dat komt door die guild. En zo meteen krijgen we ook van Artist Guild krijgen we Artist Points. Krijgen we heel snel artists. Super grappig. Oké, schiet op. It's going perfect once again. Taj Mahal. Waar is dat? Daar. What the fuck, man. Die zou ik ook wel willen. Ik wil eigenlijk Big Ben hebben. Maar die werken waarschijnlijk ook kwijt. Want we zijn nu al daar. Ja. Fucking hell. Siam heeft... Wacht, wat? Nou, kun je dus niet zien, maar... Taj Mahal is being built in Fire Island. Ik dacht altijd dat het een glitch is, maar het betekent gewoon dat er een andere stad is die dat heeft gedaan. In plaats van de hoofdstad. Die je gewoon niet gediscoverd hebt. Oké. Ik heb een WhatsApp berichtje. Kikkers en bootjes. Oké. Little Peach Ball. Oh, dan kunnen we even zien. Oh, ik sta het laatste. Pocatello staat in de laatste. Oh. Oké. Okay. Nou, ik vind het helemaal goed. Even kijken. 17 beurten nog. Fucking hell. Maar ja, dan krijg ik wel een goede upgrade. Maar ja, het wordt ook heel duur. Dus. Hier zit Black Van Warrior. Dus ik geen eens. Oké. Over een beurt. Yay, we hebben dat guild erbij. Oeh. Ik moet wel zeggen, ik wil wel. Ja, doe maar deze. We mochten eigenlijk niet stelen, maar we doen het toch. Wherever we look, the work of the chemist has raised the level of our civilization and has increased the productive capacity of the nation. Oké, kanon. Upgrade van de WBC en allemaal bonussen. Oké, dat kostte best wel veel beurten volgens mij. Echt 20 of 30 of 10 of 15, weet ik veel. Maar het scheelt weer tijd. Fuck hun dat hun boos worden, boeit me echt niks. Wij gaan jou upgraden. 100%. Misschien... Oh, shit. I guess there's a war coming up. I hope not, but I think there will be a war. Ja, plot bij tegen Sejong, dan kan ik het zeggen. En dan krijg ik een bonus erbij. Garden, geef maar 25% Great People Generation. Dan krijg ik misschien nog een grotere kans op een. Deze is even daar neer. Misschien als een unit hier gaat staan, dat ik ook kan schieten. Of daar. Of hier, of hier. Ja, dat is. Oké, market. Doe maar. Ik wil geld erbij hebben. Dus dat. Worker. Weg hierheen, want hij staat in de weg. Dat moeten we even gewoon daar naartoe doen. Ik denk dat er een oorlog komt. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. En als het zo is, ik denk wel dat ik het win. Het zijn wel musket mens, maar... Ja. Ik zie wel. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Of ze gaan misschien op... Yawata. Maar ik denk op mij. Even kijken. Gade Ochini Ino en Bedinoid. Akelwa or Herwit. Ik denk. Ze gaan nou door mijn land heen, zeker. Nee, ik denk. Gaan ze nou hierheen of gaan ze nou bij mij?
Want ik word steeds sterker, dus ik heb muur, kasteel is bezig, als die klaar is en dan die ga ik upgraden. Dus. die. Oké. Jij schiet op die archer. Ah, oh nee, ze gaat die plunderen. Voor hard zei ik. Zo onnodig. Oké. Okay. Nee. Oké, dan doen we meer eten. Nee. Kijk, ik ga wel even saven, want ik heb zo voor dat het gaat nou net zo goed, dus zo. Hoppakee. Schiet die fucking bitch neer. Kom op. Fucking hell. Gaat alles kapot hier. Weg. Denk je. Rotterdam, je hebt al geschoten. Oké. Kasteel. Waar kan ik schieten dan? Ik heb... Goed, oké. Okay. Oh, dit gaat daar de hele tijd blijven staan, zeker. Oké, okay, maar ik denk dat dit ook de aflevering was. Ik maak deze burn nog even af. Ik weet niet, want... oh shit, misschien... Ik heb Guangzhou... Nou ja, boeien. Guangzhou krijgt ook een kasteel, dus die wordt ook verdedigd. Ze zijn even sterk, de steden, dus dat is ook handig. Oké. Okay. Dit moet weg. Ik maak deze burn nog af en dan... Kap ik hem mee. Eén beurt voor een monument. Waarom ook niet. Jij gaat daar. Eén beurt voor een monument. Eén beurt voor hoe heet het? Een garden. Drie beurten voor market. Twee voor kasteel. Ah, het gaat wel lekker allemaal. Oké, maak die weg naar Groningen. Voordat ik dat vergeet. Ja, daarheen. Oké, dat was dit de aflevering. Ik ga 7 of 8. Hopelijk vind je het leuk. Doe like, abonneer. En doei.